Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Polybridge. En vandaag gaan we verder met de 20 meter fork jump. En wat eigenlijk bijzonder is van deze, je moet een ramp maken. Je hebt maar 5 wegnaken, dus je kan niet naar de overkant komen. En deze auto moet hier naartoe. En die achterste auto, deze, die moet hier naartoe. Dus deze heeft ietsje meer snelheid, dus die moet een ietsje hoger springen. Dus dat wordt een best. Die ramp moeten we best nauwkeurig maken, zeg maar. Even kijken, ik denk dat zoiets op zich wel goed is. En dan kunnen we later nog een klein beetje aanpassen. Voor het fijnere werk. Maar ik heb wel een hydraulic. Oh, dus ik kan gewoon de hele ramp ietsje veranderen. Oké. Okay. Dat maakt een groot verschil. Dan maken we van. Waar gaan we de hydraulic plaatsen, is de vraag. Ik kan ook gewoon de hydraulic hier zo plaatsen. En dan cable. En als het goed is, wordt die nu maar een heel klein stukje ingetrokken, omdat die maar een heel klein stukje hydraulic is. Misschien moet ik eventjes naar een ander punt toe. Dus, bijvoorbeeld, hier naartoe. Nee. Hier naartoe dan? Hoop ik. Oké, laten we het ding in ieder geval zelf even wat verstevigen. Oké, het ziet er heel overdreven uit. En ja, dat is het eigenlijk ook. Veel meer kan ik er niet van maken. Maar als het werkt, waarom niet? Oké, dit gaat niet werken. We moeten met een nieuw plan komen. Of ja, ik moet met een nieuw plan komen. Zo. Ik denk dat het geen goed idee is om de gehele brug, zeg maar, op te tillen. Maar ik denk dat het makkelijker is om gewoon één gedeelte maar te verplaatsen. Dus dan doen we dit gedeelte gewoon zo. De standaard manier. Dan plaatsen we die. En doe voor deze zoiets of zo. Oké, dan moeten we nu alleen nog een manier vinden hoe we dit stevig kunnen maken. Dit is heel zwaar voor dit stuk. Oké, kijk, dit is waar ik de vorige aflevering over had. Van, zo kan je zeg maar tegen de kant aan laten leunen. Daardoor krijg je extra steun. Maar dan moet ik eigenlijk even de kracht verdelen over meerdere stukjes weg. Zoals dit misschien, hoop ik. Nee. Het was wel steviger al volgens mij. Dat kan je niet omdat die kabels er al in de weg zitten. Over budget. Oh. Ja, wat gaan we dan doen? Zoiets. Wow, hij haalt het met de salto zelfs. Oké, dit is niet helemaal de bedoeling. Oké, dit ding moet eigenlijk wat korter zijn. Maar hoe ga ik dat precies doen? Is alles nou ietsje die kant op verplaatsen misschien?
Hopelijk is het nog wel steeds stevig genoeg. Niet dat het nu ineens onstevig is en dat hij daardoor alsnog niet doet. Oké, is hier een dingetje afgebroken? Hopelijk gaat hij het alsnog wel houden. Nee, oké. Hij maakt trouwens geen coole salto meer. Ah, hij gaat veel te ver. Wacht, als we deze langer maken, dan gaat die minder ver volgens mij. Of ik weet niet precies hoe dat zit. Het zal wel. Doet hij het nu? Gewoon een beetje proberen dit. Nee, oké. Wat we wel kunnen doen, is gewoon dit stukje weg zo ietsje naar beneden laten lopen. En als die dan... Als die nu dezelfde hoeveelheid omhoog gaat, zeg maar, dan... Ja, wat wil ik eigenlijk zeggen? Dan is die niet zo heel stijl, maar dan is die maar een klein beetje stijl, zeg maar. Want kijk. Nu... Oké, laat maar, dit werkt niet. Waarom werkt dit niet? Oké, misschien nu dan. Oké, dan moet hij nu nog verstoppen. Ja, dit is wat ik zoek. Alleen dan wel stevig. Oh, ik had daar gewoon nog geld voor. Het maakt het juist alleen maar onsteviger. Lijkt het wel. Wat als ik dit nou allemaal weghaal? Oké, dan is het wel weer te slap. Het probleem is dat al het gewicht op dit punt staat. Als ik het nou zo doe misschien. Dan maakt dat misschien minder. Nee. Ik ga even zelf of Cam wat klooien, dan lukt het misschien nog om een oplossing te vinden die werkt, want dit gaat echt niet werken zo. Dus dan zie ik je zo meteen. Tot zo. Oké, hier ben ik weer. De verlichting is ondertussen echt heel anders, want buiten is het heel donker geworden en ik heb nu mijn licht aan staan. Ik ben niet heel goed te zien, ik weet het, het spijt me. Maar ik ben echt zeker 20 minuten aan bezig geweest en ik heb eindelijk iets gevonden dat misschien werkt. Geweldig. Het werkt. Eindelijk. Oké. Deze zijn best zwaar, denk ik. 60 meter shipping channel. Wood steel piston suspension cable. Oké. Suspension. Dus dat is zo'n ding die... hoe beschrijf ik dat? Ik zal het wel laten zien. Wat de bedoeling is met suspension is... Oh, ik heb in ieder geval heel veel geld, dus dat scheelt. Too far away, oké. Zoiets. Dat wil ik niet. Ik ga de grid uitzetten. Oké, suspension is zo'n ding. Die kun je er zo doen. En dan heb je zo'n ding waar je al coole draadjes hebt. Dus... Het lijkt me handig om geen ophaalbrug te... Wacht, hebben we een... Oh, wauw. Het moet echt allemaal ophaalbruggen zijn, dit. Oké, het moet echt allemaal ophaalbruggen zijn. En ergens ben ik fout gegaan. Oké, even helemaal opnieuw. Die niet. Die moest blijven. Waar ben ik al mee bezig?
dit aanzet, kan ik als het goed is, precies houdt het aan hier. Dat het al split joints zijn. Moeten we met hydraulics. Is dat net te ver? Wauw. Oké. Okay. Wat mij het best lijkt en ook het goedkoopste is om gewoon zoiets te doen. Bij al die dingen. Alleen moet ik nog even kijken hoe ik die ophaalgedeeltes doe. Want in principe is dit wel stevig. Hoop ik. Oké. Okay. Oh wacht, hij staat nog op 300%. Oké, okay, ik ga even langzaam kijken waar. Oké, okay, dit alles is gewoon te zwaar. Dat kan ik best begrijpen, want het is best wel heel veel weg. Laten we eerst voor zo'n ding eroverheen maken. In ieder geval een basis om mee te werken. Hoewel aan de andere kant, het maakt ook echt alleen maar zwaarder dit. Dus ik weet niet of het echt slim is om dit te doen. Maar daar komen we zo meteen zelf wel achter. Het muziekje begint trouwens best wel te irriteren eigenlijk. Hopelijk hebben jullie dat niet hetzelfde. En anders, laat even weten in de comments. Dan zal ik er proberen voor te zorgen dat de... Dat ik de volgende aflevering uitzet of diegene daarna of zo. Oké. Oké, heb ik nu alles? Ja. Dan ga je eerst hydraulics doen. Ik denk dat dit wel genoeg is voor de hydraulics. Ik denk niet dat ze nog verder moeten. Ik denk dat dit gewoon werkt. En dan gaan we nu gewoon kabels maken. Niet te veel, want dan is het te duur. Niet te weinig, want dan is het niet sterk. Oké, het is echt heel zwaar dit hele ding. Ik heb wel heel veel geld over, zie ik nu. Snel gewoon een grotere constructie maken. Of gaat dat helpen? Ik denk het eigenlijk niet. Maar we kunnen het wellicht proberen. Zullen we zoiets doen? Halen we dit van weg. Oké, doe hier zo de suspension. Oh, er staat dat ik nog steeds één suspension gebruikt heb, maar dat heb ik niet. Oké, dan moeten we het met kabels doen. Zoiets? Gaat dit werken? Ik zou het niet weten. We proberen het gewoon en hopen dat het werkt. Kan ik deze hier zo verbinden? Oké, deze dingen zijn niet sterk genoeg. Ik begin wel in de buurt te komen van mijn budget. Maar ik heb nog wel wat over. Oké, hier is die ook niet stevig genoeg.
Hier nog. Hoe gaan we dit stevig maken? Ik heb volgens mij de vorige aflevering gezegd dat het spel best makkelijk is. Of nou, niet de vorige aflevering, maar een paar afleveringen terug. Maar die woord neem ik echt terug, want het is echt niet makkelijk meer. Het komt waarschijnlijk dat het gewoon wat beginlevels waren of zo, dat ik het echt makkelijk vond. Want nu heb ik er wel echt moeite mee. Nou, gewoon hier nog een kabel doen. Oh, die breekt gewoon gelijk. Dus dan hier nog eentje doen. Breekt alsnog gewoon gelijk. Oké, de helft breekt, maar hij houdt het in ieder geval. En toch niet. Waar ging die kapot? Oh, nu doet hij het helemaal niet. Dit is apart. Net haalt hij het gewoon tot de helft. Oké, misschien dat hij het nu wel doet. Nope. Je kunt gewoon wat meer kabels zo maken. Dan... Misschien dat dit het doet? Nee, het maakt alleen maar erger. Ik heb ook bijna geen geld meer. Oké, ik ga het opgeven voor deze, denk ik. Dan ga ik de volgende aflevering nog een keer proberen. Laat je tips weten in de reacties. Hoe moet ik dit gaan doen? Want dit is echt een onmogelijke missie volgens mij. Dus als jullie een manier weten hoe het wel kan, laat dan even weten in de reacties hier beneden. Wacht, zo zit ik in beeld. Hier beneden. En druk hier beneden op het groene duimpje. Of het blauwe duimpje. Blauwe, weet je wel. Dat is pet. En laat ook een reactie. Wacht, reactie had ik al gezegd. En vergeet niet te abonneren als je dat niet gedaan hebt. Dat was hem. Ja, bedankt jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!